Dus in het mbo hebben we gemiddelde groei doorgemaakt van het afgelopen jaar van 6-7%. En dat is echt enorm als je ziet dat het landelijk ongeveer rond nul zit. Hè. Dus we zijn daar heel aantrekkelijk. In het voortgezet onderwijs zie je ook dat we een groei van zo'n 5-7% doormaken. Terwijl daar ook de demografie ongeveer toeslaat. Dat wil zeggen dat er geen groei meer is. Dus er zijn veel mensen die bij onze groep willen horen. Ja, nou wat ik heel mooi vind is dat de omgeving van Harderwijk een andere is dan de omgeving van Harderberg. En de omgeving van een grootstedelijke omgeving, Zwolle Kamp, is ook weer anders. Het mooie is dat Landstede Groep daar zijn vertakkingen heeft en zijn verankering. En dat houdt dan niet op, want die verankering die betekent dat dat verbinding heeft met de directe omgeving. Dus niet alleen vanwege de leerlingen en de studenten die daar komen, maar ook de ouders die een gemeenschap vormen, maar ook het bedrijfsleven als het gaat om het beroepsonderwijs, ja. Die zijn aangehaakt op de opleidingen en op die leergemeenschap. En dan krijg je een leefgemeenschap. Dat bouwt een gemeenschap in zich. En het mooie vind ik van Landstede Groep is dat we niet één kolossaal gebouw hebben die alleen maar groter, groter, groter met miljoenen. Dat is wel eens een beetje beeld geweest, hè, zo'n 15 jaar geleden. Het moet allemaal groot en centraal. Maar dat juist decentraal, dicht bij de mensen, die verankering en die verbinding naar de regio, naar het bedrijfsleven, naar de ouders, naar die gemeenschap heeft plaatsgevonden. En dat je daarbij aansluit en dat je daar zeg maar ook uiteindelijk je succes uit kan halen. Volgens mij zijn wij, wat dat betreft, een heel bijzondere taakstelling. We zijn, behalve in het Landstede Beroepsonderwijs, zijn we natuurlijk als beroepsonderwijs en als Landstede bekend, maar in heel veel andere gevallen zijn we vooral bekend als die kleine lokale speler. Volgens mij zijn we daar ook wel een beetje trots op, dat we op die manier bekend willen staan. En volgens mij met die plek in de samenleving, met die regionale verankering, ja, daar ben je nooit klaar mee. En in de omgeving van Zwolle zijn we nu bezig om met 20 partijen, 7 opleidingen, Landstede is daar initiatiefnemer van, maar ook met de zorgwerkgevers uit Oost-Nederland, dat zijn er zo'n 20, ook met het MKB-bedrijf, met Breeman, met Zaland Engineering, een programma neer te zetten die aansluit bij de vraag in de wijk in Zwolle, in de wijk in Kampen, in de wijk in Hardenberg en in Harderwijk om aanvulling of antwoord te geven op de vragen van vaak oudere mensen of mensen die zorg nodig hebben en die niet meer in een gebouw of een bejaardenhuis of in een ziekenhuis geholpen kunnen worden, maar op de locatie zelf. En dan heb je dus je familie nodig, dan heb je je vrienden nodig die in die gemeenschap leven en het bedrijfsleven wat daar gaat helpen. Het is het werken naar antwoord te geven op maatschappelijke vragen en de samenleving bouwen. En de onderwijsorganisatie die doet dat in zijn kern zelf door mensen uit te dagen, door mensen iets mee te geven. Op een hele persoonlijke maat proberen we dat als Landstede Groep. En het mooie is als dan ontwikkelingen in de maatschappij, die ook soms over ons heen komen, nu in de zorg en in de gezondheidszorg, dat wij daar snel antwoord op kunnen geven. Dat docenten en teams zien, verdraait die samenleving verandert, daar is dynamiek. Wij moeten ook zelf mee veranderen, want anders betekent het dat die student of die leerling straks geen aansluitingen meer heeft met de samenleving en wij ook niet. Dus voor docenten en voor sommige teams zal bijvoorbeeld op de gezondheidszorg de komende 2-3 jaar een behoorlijke verandering aankomen vanwege die kwalificatiedossiers die veranderen, maar ook vanwege de verbinding met zorgwerkgevers en met de MKB-bedrijven. Volgens mij is dat een fantastische uitdaging voor die teams en docenten om dat op te pakken. We vinden dat we het in de afgelopen jaren best ingewikkeld hebben georganiseerd met elkaar. Dat betekent dus dat de hoofdlijn, namelijk dat we in een aantal, zoals wij dat noemen, landschappen, studenten opleiden voor de toekomstige beroepspraktijk, dat blijft overeind staan. Maar dat doen we op een andere, simpeler, beter herkenbare manier, ook voor studenten beter herkenbare manier. Dat is een best grotere ingreep. Tegelijkertijd staat de basis van de inhoudelijke vernieuwing, talentvolle ontwikkeling, die staat heel stevig. Dus daar kunnen we op doorbouwen. Om te beginnen met de kwaliteit verstevigen daar waar nodig, zowel in het voortgezet onderwijs, maar ook in het beroepsonderwijs. Dat is een hele goede route nu op uitgezet. Wij hebben er ook vertrouwen in dat we eind van dit jaar, begin volgend jaar, gewoon heel veel groen scoren. Er zal altijd wel een klein verbeterpunt zijn. En zeker zo belangrijk is het dat we nu een concept-strategienota hebben, die we op 1 april voorlopig willen vaststellen en 1 mei echt naar buiten willen brengen. Waar ook een uitnodige agenda in zit
uitnodigend geschreven om als docenten en teams met de directies heel hard aan te gaan werken, zodat we de komende periode die agenda gaan uitrollen. Daar zitten ook thema's in die te maken hebben met een effectievere organisatie, dat zei Kees ook net al, en ook met de verantwoordingscultuur verbeteren. Dat zijn thema's die al geagendeerd zijn door de organisatie zelf. En dat proberen we dan in te vullen in een programma met de mensen zelf, om die op hun eigen talenten en competenties in te zetten. Want ieder project heeft een groep mensen nodig die dat verder brengt. En wij hopen dat dat energie geeft die tot besluiten leiden, tot afrondingen ook, zodat je kan zeggen, ja, zo gaan we het doen. Wat we zien in het beroepsonderwijs is dat we daar heel goed geslaagd zijn om het onderwijs op persoonlijke maat te maken. We zijn een hele grote instelling, maar we kunnen het onderwijs maken op een bijna persoonlijke schaal. En dat zie je in het beroepsonderwijs met elektronisch talent voor ontwikkelen als voorbeeld. Maar je ziet de ontwikkeling ook heel sterk nu in het voortzetonderwijs. Dat betekent dus dat je eigenlijk een bijna persoonlijke leerroute kunt uitstippelen als leerling. Die past bij jouw kwaliteit, waar jij op dat moment in je ontwikkeling bent. En dat vraagt wel een hele nieuwe professionaliteit van docenten. Passend onderwijs vraagt er eigenlijk ook om. Namelijk dat punt waar jij nou op dat moment toevallig mee worstelt, daar moet de school dan wel een programma voor hebben. Wij moeten wel met als bestuur met het management daar die randvoorwaarden op creëren en richting geven. Maar het gebeurt natuurlijk in het contact tussen die docent en die leerlingen. Wat wij ook zagen bij het elektronisch talent vol ontwikkelen, wat heel mooi staat. We hebben het gesprek meegemaakt tussen de coach, de docent en de leerling. En gezien van hoe ze zelf een soort inschatting maken van hoe ver ze zijn. En dan dat gesprek daarover hebben. Ja, dat is goed om te zien. Zo op de persoon toegesneden. Wij hebben gezegd, wij willen eigenlijk op 1 mei van alle directies van alle eenheden een beeld hebben, hoe zit het met je strategisch personeelsplan. En dat betekent dan ook dat je vragen kan uitwerken. En dat heeft dus ook te maken met de kwaliteiten van docenten en van teams en van de directie zelf. Hoe je dat verder kan vormgeven. Het is een spannend traject, maar het is wel nodig om verder te bouwen aan landstedengroep. En het voordeel dus van de grotere groep is dat je mensen die wensen hebben om hun talenten misschien op een ander plekje vorm te geven dan waar ze nu zitten, om dat binnen de groepen verder vorm te geven. Wanneer studenten aangeven dat ze heel erg tevreden zijn over een opleiding, maar ook direct de vertaalslag zien, hè, naar hun beroepspraktijk. Dat hebben we nu op een paar terreinen in het mbo gehad. En daar zijn we ongelooflijk trots op. En dat wil ik eigenlijk nog wel op wat meer terreinen. Hè. Dus we hebben dat bijvoorbeeld rond vrede en veiligheid, rond de opleidingen. We hebben bijvoorbeeld in Harderwijk hebben we een hele mooie beoordeling gehad van onze ICT-opleidingen. Dat willen we nog wel op een paar plekken meer. Ja, ik zou het heel mooi vinden als de leerlingen en de studenten die deelnemen aan landstedengroepen in al zijn variëteit, dat die kunnen zeggen, ik heb niet alleen plezier gehad op de opleiding, maar ik heb ook een diploma die ik kan meenemen, waardoor ik of kan doorstuderen, of een baan kan nemen, of een andere maatschappelijke bijdrage kan leveren aan de samenleving om de wereld beter te maken buiten. Dat zou ik heel mooi vinden. En als dan daarbij gezegd kan worden dat de docenten en de teams ruimte hebben gehad van de directies, maar zeker ook van ons bestuur, om hun talenten maximaal in te zetten daarvoor, dan ben ik heel tevreden.